Wesley Sneijder realiseert zich dat zijn keuze voor Qatar de doodsteek voor zijn interlandcarrière kan betekenen. De Kood International weigert echter te bedanken en blijft hopen op een nieuwe oproep voor Oranje. De 33-jarige Sneijder zit waarschijnlijk zondag zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar bij Al Garrafa dat de spelmaker overneemt van het Frans kniezen. Daarmee lijkt de 133voudig internationaal definitief uitbeeld te raken bij de nog aan te stellen nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Sneijder hoopt niet te min op een belletje van de opvolger van die advocaat. Ik bedank niet voor Oranje en zal er staan als de nieuwe bondscoach me nodig denkt te hebben, vertelt de rechter aan de Telegraaf. Maar ik ben realist en besef dat dit mijn kansen niet vergroot. Sneijder staat op het punt zich tot de zomer van 2019 bij al te verbinden. Maar sluit niet uit dat beide partijen na die periode nog langer met elkaar doorgaan. Het ligt eraan hoe de samenwerking bevalt. Sneijder erkent dat de financiën in Qatar van invloed waren op zijn beslissing om in de zandbak te gaan spelen. Ik zou liegen als ik zei dat ik daar niet naar heb gekeken. En met het salaris is niks mis. Maar als je 33 bent, heb je de clubs niet meer voor het uitkiezen. Toch zal het najaar van bij Ajax, Rio Madrid, Internationale, Ga Galatasaray niet ze even wennen worden voor Sneijder? Natuurlijk heb ik links en rechts wel wat informatie gewonnen. Maar van mijn debuut en eerdere transfers weet ik dat het vooral goed is om alles maar op me af te laten komen en er het beste van te maken. De gesprekken met de club gaven me een goed gevoel en ik denk iets te kunnen toevoegen. Ik wil weer voetballen. Ik krijg bij Algarava die kans en verheug me daarop. Ik voel me fit en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Sneijder kwam bij Nissen nauwelijks in de plannen van trainer Lucien Favre voor. Hij speelde in totaal slechts acht officiële wedstrijden. Zijn laatste optreden dateert van 19 november. Vijf dagen neder speelde hij zijn vooralsnog laatste interland, in en tegen de Roemenië, 0-3 winst. De eerstvolgende interland van het Nederlands elftal is op 23 maart, wanneer Engeland op bezoek komt in de Johan Cruyff Arena, Algarava. De huidige nummer 7 van Qatar. Hervat de competitie aanstaande vrijdag tegen Al-Lidoa.